De groente die ik vandaag heb meegenomen is Tuna sinensis, dat is de Latijnse naam. In het Nederlands heette deze boom Chinese mahonie, maar in de voedselboswereld hebben we hem al snel de naam Franse uiensoepboom gegeven. En niet geheel onterecht. Hij smaakt naar Franse uiensoep met kaas. Letterlijk. Hij wordt in de Chinese keuken dan ook veel gebruikt in allerlei wok- en soepgerechten. Het jonge blad kun je in China eigenlijk in bundeltjes zoals deze kopen. En is eigenlijk een groente, want ook de stelen kun je lekker opeten. Het jonge blad kun je ook door een salade heen verwerken. En het wat oudere blad wordt of op olie gezet of kun je nog door een wokgerecht heen verwerken. Als het te vezelig wordt is het niet meer lekker om zo te eten, maar dan kun je dus nog op olie zetten en op die manier verwerken. Restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen die heeft zelfs het hout van de Chinese mahonie gebruikt om daar bouillon mee te trekken. En als je de boom snoeit, dan komt de uiengeur je eigenlijk al tegemoet. Chefs zeggen ook vaak, hier hoef je eigenlijk helemaal niks meer aan te doen. Dit is al een gerecht aan zich qua smaakbeleving. Ik vind hem ook heerlijk om gewoon te snoepen van de boom af. Met name de jonge scheuten hebben helemaal een intense smaak. Omdat al die smaak zit dan nog opgesloten in die jonge scheut. En dat is dus ook de groente die ze vaak verkopen op de markt in China. En als je op internet gaat zoeken, kun je zelfs beelden vinden van plantages waar ze deze op grotere schaal verbouwen. Het is ook een hele makkelijke plant, want het wil ook net als de linde een grote boom worden. In Trompenburg Tuin Arboretum staat zo'n mooie grote boom, maar het is natuurlijk heel lastig om daarvan te oogsten. Dus ook deze boom kun je weer knotten, zorgen dat die laag blijft en daardoor kun je veel van oogsten. En ook in één seizoen meerdere keren snoeien, zorgt ervoor dat die meerdere keren groei geeft. Die boom is zo groeikrachtig dat die eigenlijk heel veel kan hebben, als je maar zorgt dat die op een gegeven moment weer blad heeft om genoeg energie op te doen om het jaar erop uit te lopen. En de boom heeft ook nog eens als eigenschap dat hij uitlopers maakt via de onderkant, via zijn wortels. Dus als je één boom hebt, dan gaat die zich vanzelf vermeerderen en krijg je er dus meer in je tuin.